Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer. Joop Suzan uit Ier Jamin in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, en ook vandaag heb ik weer een overvolle podcast. Er is zoveel gebeurd en er gebeurt nog steeds heel veel. Ja, ik wil het u toch allemaal eventjes meedelen. Want ja, in Nederland hoort u daar weinig van of leest u daar helemaal niks over. Dus aan mij de taak om u toch even te laten weten wat er hier allemaal gebeurt. Maar zoals gebruikelijk het weer en zoals gebruikelijk is daar weinig verandering in. Het is weer 32 graden, blauwe lucht en een briesje. En 's nachts is het zo'n 23, 24 graden. En daar blijft het dan bij. Daar moeten we het mee doen tot, laten we maar zeggen, eind september. Tot augustus gaan de temperaturen behoorlijk stijgen, tot half augustus. Eind juli, begin augustus is het meestal zo dat het dik boven de 40 graden wordt overdag. En dan ben je blij als je in de airconditioning kan zitten. Maar goed, u weet inmiddels, we passen ons leven erop aan. En ik loop nog steeds morgens om 6 uur mijn rondje om de buurt langs de duinen en het strand. En weer terug naar huis, een uurtje lopen met de hond. En dan is het heerlijk met 24 graden. Maar goed, laten we eerst beginnen met joods.nl, want daar staat weer heel wat nieuws op. Er staat ten eerste een artikel, Who is running the show in Israël tot aan de verkiezingen? U weet, we krijgen 17 september weer nieuwe verkiezingen. En ondertussen is er een interim regering, ja, die eigenlijk weinig of niets kan doen. Dus werd het tijd voor GTA om daar zeg maar uitleg aan te geven. Dat hebben we vertaald. En dat artikel kunt u vinden op joods.nl. Het blijkt eigenlijk waar het op neerkomt dat deze regering, ja, zoals in Nederland ook gebeurt met een demissionair kabinet, laten we maar zo zeggen, weinig of niets kan doen. Ze kunnen geen, de Knesset is er niet. Die heeft zichzelf, het enige wat de Knesset heeft gedaan, de nieuwe Knesset, is zichzelf buitenspel zetten. En wat kan de regering doen? Nou, weinig. Er is bijvoorbeeld geen commissaris van politie, landelijke politie. Die is in december, zou die benoemd moeten worden, maar toen was de Knesset al ontbonden. En die kan pas weer benoemd worden zodra de verkiezingen zijn geweest en er weer een nieuwe regering en Knesset is. Dus zolang wordt dat opgevuld door een tijdelijk hoofd van de regering. Maar de regering, deze regering, kan niet beginnen met onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar. En kunnen geen besluiten nemen voor economische hervormingen. En dat is dringend nodig, want het begrotingstekort loopt tegen de 4%. En de inflatie die stijgt. Het enige wat de minister van Financiën kan doen is schrappen in budget van allerlei ministeries. Maar dat zal hem ook weer niet in dank worden afgenomen. Dus ja, er gebeurt weinig of niets. Ook kan de regering geen definitieve beslissingen nemen. En zoals ik u gisteren al uitlegde, dat nieuwe dorp, stadje op de Golan, Ramat Trump. Daar staat dan wel een bord. En er wonen dan 10 mensen in de gemeenschap die eerst een andere naam had. Maar voor de rest kan er niks gebeuren, want er is geen Knesset, er is geen regering, er is geen plan, er is geen geld. Dus ja, ze moeten de zaak maar gaande houden. Dan op joods.nl over een Israëlisch-Amerikaanse start-up met een kantoor vlakbij mij in de buurt, een R&D-centrum in Netanya. Die gaat volgend jaar in 2020 dus een autonoom vliegende auto testen. U kunt de video en de foto zien op joods.nl en ook de beschrijving. Het blijkt dat dat ding al werkt en ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren. Zoals ik ook op joods.nl heb staan, Mobileye gaat volgend jaar beginnen samen met Volkswagen om zelf de rijdende taxis te testen in Israël. Dus ja, op een gegeven ogenblik krijg je dan de situatie dat je zelfrijdende taxis hebt zonder chauffeur. Taxichauffeurs werkloos. Maar dan krijg je ook nog vliegende auto's zonder piloot of chauffeur die je dan van huis komen ophalen.
Nou, de future is hier, zullen we maar zeggen. Maar ook dit kunt u op joods.nl lezen. Dan Google Express, de bezorgdienst van Google, die vraagt haar klanten, en dat zijn de, echt wel een aantal grote bedrijven in wereldwijd, om alleen nog duurzame Israëlische verpakkingen te gebruiken. Er is een Israëlisch bedrijf dat maakt uit mais een soort, ja, het lijkt op plastic verpakkingen. Maar die gaan dan na een aantal dagen, ja, verdwijnen ze gewoon als je ze niet meer nodig hebt. Dat is natuurlijk mooi voor het milieu. En dat Google hier het voortouw inneemt is natuurlijk helemaal goed, want dan raakt iedereen eraan gewend. Ook daar staat een video van op joods.nl. Ook een video op joods.nl van over de druzen in het dorp of de stad Daliat al-Karmel in de Galil. Ik ben daar zelf heel vaak geweest. Ik vind het een enorm leuke stad. De druzen zijn, ja, zijn open, het eten, restaurants daar zijn fantastisch. De markten zijn geweldig. En ja, zoals heel veel Israëli's ben ook ik daar heel vaak geweest op zaterdag. En deze video op joods.nl laat een andere kant zien van Daliat al-Karmel, waar je eigenlijk nooit naartoe gaat. En is heel bijzonder om even te zien. Dan het jaarlijkse Festival of Light in Jeruzalem komt er weer aan. Begint eind volgende week. Is werkelijk fantastisch. U moet dat zien. Ik heb het twee keer gezien in mijn leven. Bent u in de gelegenheid om hier naartoe te komen? Of bent u in Israël in die tijd? Ga dat absoluut zien. Het duurt tussen 26 juni en 4 juli. De video en meer informatie kunt u vinden op joods.nl natuurlijk. Dan ja, is er een Israëlisch bedrijf, staat ook op joods.nl, uitgebreid artikel over. Celebrite heet dat bedrijf. En dat zegt nu dat het kan inbreken in alle ooit gemaakte iPhones en sommige Android-telefoons. Is voornamelijk handig voor de politie. Dit is het bedrijf wat in de tijd door de FBI een paar jaar geleden is ingeschakeld toen Apple weigerde om medewerking te verlenen om de inhoud van een telefoon van een terreurverdachte of moordenaar was het geloof ik zelfs, naar boven te halen. Dus dit bedrijf heeft dat toegedaan voor de FBI. Maar nu hebben ze dat helemaal geperfectioneerd schijnt het. Dus ja, voor mensen met een slecht geweten is dit natuurlijk een helemaal een slechte zaak. Want als de politie je telefoon heeft, kunnen ze, ondanks dat je geen medewerking verleent, met behulp van Celebrite uit Israël toch aan de inhoud komen. Zelfs inhoud die je gedelete hebt. Dan de politiek. Als u uitgelezen bent op joods.nl, gaan we nu verder met de politiek in Israël. U weet, verleden week heeft Netanyahu, of verleden week, die Netanyahu probeerde de afgelopen weken toch allerlei trucs om de macht van het Hoge Rechtshof te beperken. Daarna heeft hij door de kritiek, ook van zijn eigen Likud-achterban, zich een beetje bijgedraaid. Maar gisteren was er een bijeenkomst waar ook president Rivlin bij aanwezig was. En die, ja, die gaf hem eigenlijk ongezouten kritiek, want hij zei in zijn toespraak, de rechtspraak is de hoeksteen van onze democratie. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. Netanyahu heeft daar trouwens niet op gereageerd. Dan dringt Netanyahu er bij de wereld op aan om sancties in te stellen als Iran inderdaad over een paar weken begint met het opvoeren van de nucleaire verrijking. Hij heeft ook beloofd dat Israël nooit zal toestaan dat Iran nucleaire wapens zal bezitten. Of dat nou een dreigement is, ik weet het niet. We moeten maar kijken. Ik hoop dat dat niet zo ver komt. Want als het geen dreigement is, maar een oorlogsverklaring, dan zijn helemaal de apen gaar natuurlijk. En dan heeft het Witte Huis meegedeeld dat, ondanks dat minister Katz, de interim minister van Buitenlandse Zaken in Israël, zondag zei van Israël gaat naar Bahrein, naar die conferentie. Witte Huis heeft gezegd, nee, jullie blijven lekker thuis. Er mogen wel wat zakenlui komen en economische specialisten van de Israëlische regering.
maar geen officiële Israëlische vertegenwoordiger dus naar de Bahrein-conferentie. Want, zeggen ze, het gaat om het verbeteren van de economie voor de Palestijnse bevolking. En het heeft niets met het eventuele vredesplan te maken. Het is een vooruitlopend iets. Dan, daar krijg je het al. Gisteren is hij benoemd tot interim minister van Transport. De extreemrechtse meneer Smotrich, de vroegere leider van de Hilltop Settler Youth. En die heeft nu een uitspraak gedaan. Nou, daar zeg ik van, dat belooft niet veel goeds. Hij heeft gezegd, I work for God and not for Prime Minister Benjamin Netanyahu. Nou, dan weten we al hoe laat het is natuurlijk, als je dit soort figuren regeringsverantwoordelijkheid geeft. Dan zijn de inwoners, enkele honderden inwoners onder leiding van de burgemeester van Eilat, gisteravond naar Jeruzalem gegaan. Om bij het huis de residentie van Netanyahu te demonstreren. Tegen de sluiting over 2 weken van het vliegveld Sdot Dov bij Tel Aviv. Dat is een klein vliegveld. En dat gaat dicht, want daar moeten in de komende jaren zo'n 16.000 woningen en winkels en kantoren komen. En ja, die mensen zeggen, luister, als nu zieken naar Tel Aviv moeten, wat regelmatig gebeurt dagelijks eigenlijk, dan vliegen ze naar Sdot Dov. En dan zijn ze zo bij het Igilov ziekenhuis. Nu moeten ze naar Ben-Gurion Airport. Daar is het druk. En dan moet je proberen de stad nog in te komen met een ambulance. En helemaal naar het Igilov. Of welk ander ziekenhuis dan ook. En ook voor mensen die voor onderzoek hier naartoe moeten. Of wat dan ook. Ja, het betekent extra reistijd. Gewoon een paar uur langer. En extra kosten. Maar ik vraag me dan af, waarom zijn ze niet eerder daar naartoe gegaan om te demonstreren en waarom 2 weken voordat het dicht gaat. Maar goed, we zullen kijken. Berekeningen wijzen uit dat als de regering het niet sluit, dan moet de regering, de overheid dus, 2,5 miljard euro betalen. En dan blijft Amerika waarschuwen van jongens, Israël, je doet te veel met Chinese bedrijven. De light rail wordt aangelegd in Tel Aviv door een Chinees bedrijf. De trein naar Jeruzalem zijn Chinese bedrijven bij betrokken. En nu weer de uitbreiding van de haven van Ashdod en een nieuwe haven bij Haifa. Waarbij een Chinees bedrijf ook de haven voor 25 jaar gaat runnen. En Amerika zegt, dat moet je niet doen, want het zou een gevaar voor de security kunnen zijn. Spionage, et cetera. En wie weet wat ze allemaal voor spionageapparatuur inbouwen. Amerika overweegt ook om de zesde vloot dan niet meer naar Haifa te laten varen om voor een paar dagen rust te hebben. En dat betekent een miljoenenstrop voor ondernemers in Haifa. De Israëlische regering zegt, nou, nee, wij vinden dat dat gewoon kan. Dus laat die Chinezen maar lekker aan de gang gaan. En dan die voor 3 maanden benoemde interim minister van Justitie, die vond zijn auto niet goed. Ze rijden allemaal in Audi's. En die wou een Toyota Land Cruiser hebben voor 3 maanden. Nou, daar ging men niet op in. Maar hij kreeg wel een Chevrolet, een Impala geloof ik. En voor de rest moet hij zijn mond houden. Ik vind het een godspe. Ik bedoel, alsof een Skoda Suburb of een Audi niet goed genoeg is. Dan, gisteren kwam het bericht, wat heel Israël schokte, dat een schoolmeisje van 7 jaar door een Palestijnse schoonmaker verkracht zou zijn. Heel Israël was echt in shock. Want het is niet iets. Maar zojuist is bekendgemaakt dat de hoogste politieonderzoeksofficier de leiding in deze zaak neemt, omdat er nog wel wat vraagtekens zijn die eigenlijk steeds groter worden. Het blijkt dat deze verkrachting tussen februari en april ergens heeft plaatsgevonden. Het meisje is niet onderzocht. Woont wel op de Westbank. De Palestijn werkt al 8 jaar in die settlement. Ging ook met kinderen om en er is nooit iets voor gevallen. En men wil nu weten, is dit een setup door een aantal extreemrechtse extremisten uit de Westbank?
of is het echt gebeurd? Dus ja, ik vind dat nogal wat. Als het waar is dat meisje verkracht is, is het heel erg. Als het niet waar is en het blijkt een setup te zijn, dan is het nog veel erger. Dan, vanmorgen kwam het bericht dat de 10 miljoen dollar dan wel in Gaza is aangekomen, maar dat de meeste Palestijnen niets hebben ontvangen. En wat schetst mijn verbazing? Een kwartier geleden zag ik op een intelligence Twitter-account staan dat er rapporten uit Gaza komen dat Hamas al-Qassam-militanten, inclusief hun commandanten, geld uit Qatar hebben ontvangen, ingepikt, ik weet het niet. In ieder geval, zij zeggen dat associates, dus mensen die aan die militanten verbonden zijn, die stonden op de lijst die door Israël zou zijn goedgekeurd. Nou, dan begrijp ik ook wel waarom gewone Palestijnen het geld niet kregen, want het gaat dus gewoon naar Hamas-terroristen toe. Ondertussen roept de UNRWA landen op om snel 211 miljoen dollar te storten, want anders hebben ze niet genoeg geld voor hulp aan 7 miljoen Palestijnse vluchtelingen, die, zoals u weet inmiddels via mij en anderen, geen vluchtelingen zijn, want dat zijn de vijfde generatie van na de echte vluchtelingen. Er zijn nog zo'n 20.000 echte vluchtelingen tussen aanhalingstekens in leven. En wie zijn dat dan? Dat zijn mensen die gehoor hebben gegeven in 1948 aan de oproep van Arabische leiders om snel even het land te verlaten, omdat zij na het uitroepen van de staat Israël het land zouden binnenkomen en Israël weer een Arabisch gebied zouden maken. Nou, dat is er niet gebeurd. En die mensen zijn daar, ja, die zitten dan in andere landen in de omgeving. Dan verleden week had Netanyahu besloten om dat er helemaal niet meer gevist mocht worden door de vissers uit Gaza. Vanwege de ballonnen. Nou, de ballonnen komen nog steeds bij bosjes, letterlijk bij bosjes, dagelijks Israël in en zorgen voor branden en explosies. Maar hij heeft toch maar vandaag besloten dat vanaf 11 uur vanmorgen mag er weer 10 nautische mijlen uit de kust van Gaza gevist gaan worden. Hamas zegt dat er een nieuwe fase van overeenkomsten met Israël is ingegaan. En het zou gaan om financiële steun van arme gezinnen, verbetering van de water- en elektriciteitsdiensten en plannen om de werkgelegenheid te verbeteren. Nou, wat het eerste betreft, de financiële steun, die moet dan van Qatar komen. Wat water betreft, ja, inderdaad, is Israël bezig, de Israëlische waterleidingbedrijf, om een vierde en ook veel grotere watertransportleiding aan te leggen tot de grens met Gaza, om daar aan te sluiten aan het waternet in Gaza. En voor de rest, ja, de Israëlische regering zegt nergens van te weten en doet daar ook geen mededeling over. Dan iets wat Israël-haters en Israël-boycotters niet leuk vinden. Het Israëlische high-tech bedrijf Mellanox, dat is voor miljarden verkocht aan een Amerikaans bedrijf, Nvidia. En iedere werknemer krijgt dus daar, die hebben dus aandelen daarin, en die krijgen dus tienduizenden dollars en zelfs meer, afhankelijk van hoeveel jaar je daar gewerkt hebt en hoeveel aandelen je hebt. Het blijkt dat de Palestijnse contractors, dat zijn dus Palestijnen die niet in loondienst zijn, maar zeg maar via een constructie wel voor dit bedrijf werkt, en dat zijn er honderden in de Westbank, die krijgen ieder $40.000 uit deze verkoop. En ik denk niet dat u dat in Nederland gehoord heeft, en dat vind ik nog wel een dingetje. Het blijkt namelijk dat er totaal, dat men beschouwt ze gewoon als werknemers in plaats van zelfstandigen. Mooie zaak. Dan Israël heeft met de World Bank een overeenkomst getekend om ontwikkelingslanden te helpen met het verbeteren van de cybersecurity. Nou, ik vind dat weer een staaltje van ontwikkelingshulp, zullen we maar zeggen. Was natuurlijk een hele goede zaak. Israël heeft genoeg know-how, heeft genoeg specialisten hier die dat kunnen opzetten. En die landen zijn daar dan weer mee gered.
Dan, er is een belangrijke ontdekking gedaan door Israëlische, Duitse en Amerikaanse onderzoekers. Die hebben ontdekt eigenlijk door een studie dat eiwit dat uitgeput raakt, zorgt dat de immuunsysteemcellen niet meer goed werken, waardoor je dus allerlei ziektes kan krijgen. Zoals bijvoorbeeld kanker. Lees dit artikel op mijn timeline. Dat is een heel lang, maar wel interessant artikel. Ze weten dus nu waar het door komt en kunnen dus nu medicatie gaan samenstellen, waardoor dit niet meer gebeurt. Dan, het is officieel, die ex-president Morsi van Egypte, die de leider van de Muslim Brotherhood was, die was gisteren in de rechtbank en nadat hij had gezegd vele geheimen te zullen vertellen, werd hij niet goed en overleed hij. Hij is inmiddels in stilte begraven, alleen zijn familie mocht erbij, mocht niet eens naar de familiebegraafplaats. Een beetje een rare zaak, maar Egypte zegt hier verder niets over. Ik denk dat meneer Erdogan hier niet blij mee is. Dan, volgens de Nieuw-Zeelandse emigratiedienst bestaat Israël niet meer of bestond Israël niet meer. Die had namelijk een kaart van het gehele gebied getekend. Palestina werd dat genoemd, Israël bestond niet. En pas na kritiek via social media hebben ze besloten om die kaart toch maar weg te halen. Er wordt nu onderzocht wie dat heeft gedaan. Dan in de stad Poltava, ook weer zoiets, in Oekraïne. Daar gaan ze door met een groot real estate project om dat te bouwen op de plek waar in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden zijn vermoord en in massagraven begraven. En daar wordt dus een groot onroerend goed project opgebouwd met woningen en winkels. Hoe gek wil je het hebben? En als we toch bezig zijn met, laat maar zeggen, antisemitisme. Er is een steenhouwer in Polen, u kunt dat ook op mijn timeline lezen, die een Joods monument aan het restaureren is. En zijn werkplaats werd beklad met anti-Joodse leuzen, zoals Jews, go away en allerlei nazi-symbolen. Alleen maar omdat die man een Joods Holocaust monument restaureert. En dan de Frans-Israëlische telecomondernemer Patrick Draghi. Hij heeft ook Israëlische bedrijven, hij heeft Amerikaanse telecombedrijven. En hij heeft ook in Nederland een holding vanwege de belastingen. En meneer heeft voor 3,5 miljard dollar Sotheby's gekocht. Want hij is kunstverzamelaar en hij houdt van kunst en hij wil Sotheby's een goede toekomst geven. En ook veel meer online laten doen en met allerlei moderne technieken. Nou, ik ben benieuwd. Hij heeft het wel allemaal gefinancierd, blijkt. Want hij heeft voor miljarden aan leningen uitstaan. Maar goed, als dat zijn hobby is, ik zal hem niet tegen gaan werken natuurlijk. Ik moet erbij zeggen, hij doet ook veel aan goede doelen. Dus het is best een goed mens wat dat betreft. Dan ben ik alweer bijna aan het eind van mijn dagelijkse podcast. Wat gaat die tijd toch snel? Het wordt toch wel wat warmer in huis. Moet ik toch maar de airco erbij aan gaan zetten? Alhoewel, u weet inmiddels van mij, ik ben daar geen voorstander van. Maar goed, het moet maar gebeuren. En dan hou ik het tenminste een beetje het hoofd koel. Want voordat je het weet, je drinkt al liters water met die hitte. Moet ook. Er wordt altijd geadviseerd zo tussen de 1,5 en 2 liter water per dag te drinken. En ik moet zeggen, daar heb ik toen verleden jaar een Tami 4 installatie voor aangeschaft. Zou u ook moeten doen. U kunt het online bestellen, een Israëlisch bedrukt. Tami 4, ga maar even kijken online. Tami en dan T-A-M-I en dan het cijfer 4. En dan ziet u dus, dat is een apparaat aangesloten op de waterleiding. Die filtert het water. Hier in Israël hebben we veel last van kalk. En je zet hem in op een temperatuur. Ik heb hem op 5 graden staan.
En je doet een glas eronder, je bepaalt de hoeveelheid water in een glas, dat stel je in. En daarna hoef je alleen nog maar op een knop te drukken en je glas wordt gevuld. Dus ik hoef niet meer te slepen met allerlei flessen watercontainers van 6 flessen water van ieder 2 kilo. Dat hoeft niet meer en steeds vaker zie je deze Tami 4 bij mensen in Israël thuis staan. Je kan er trouwens ook heet water mee maken, 75 graden. Druk op de knop, dan is hij in 1 minuut heb je heet water voor 1 kopje. Voor een kopje thee of 2 kopjes thee of een kop Nescafé koffie. En best makkelijk moet ik zeggen, het scheelt heel veel tijd, het scheelt heel veel geharnis. Dus ja, ik kan het u aanraden, u kunt het online bestellen. Ga maar even kijken en je krijgt gewoon elk half jaar de nieuwe filters toegestuurd. Je hoeft nergens aan te denken. Ik vind het een prima uitvinding. Dit gezegd hebbende, rest mij u nog een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 18e juni, toe te wensen. Het is de laatste 18e juni 2019. En wat mij betreft zeg ik, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.